Nou, dit is ongelooflijk hier nou. Broer. Ja, goed. Welkom bij week nummer 3 van... Mooi, hè? En vandaag gaan we weer een hele mooie cocktail maken, hoop ik. Want we weten natuurlijk helemaal van niks. Nee, en, dus kom maar door. Ik kijk weer even in die hoek. Daar komt hij, daar komt hij. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, de Passion Bellini. Passion Bellini. Nou, ik vind het fucking zomers klinken, ouwe. De Passion Bellini is een zoete cocktail met passie en pit. Bruisend, verfrissende cocktail met pitjes van passievrucht. Door de combinatie met mango krijgt de cocktail een lekkere zoete smaak en volle kleur. Lekker zowel als met warm weer als met koud weer. Nee, ik vind het altijd zo gek uitzien. Dat lijkt net allemaal larven of zo. Heb jij het wel eens gegeten? Nee. Je hebt natuurlijk een passievrucht, een mango, één tweede deel. Wodka! En prosecco. Ja, en proseccootje, heerlijk, lekker. De passievrucht is dus een vrucht van een klimplant die behoort tot de passiflora-familie. De oorsprong van de vrucht ligt in Zuid-Amerika. Oh, nou, dus dat is een hele reis. Hij is rijp. Wat elk meisje maar zo'n sticker, hè? Ik wil het wel eens proeven. Kijk, dit is zo'n... een larf. Ja, er komt er zo'n beest uit. Lekker, hè? Ja, lekker. Oké, nou, gooi het er maar in. Dan snijd je een beetje. Kijk, weet je hoe je mango moet snijden? Nee. Eerst spelletje erop. Rot op. Tuurlijk. Dan ga je met dit mes doen. Ja, we hebben geen ander mes, Pik. Zit op Londen woont eiland, wil je? Ja. Oké, die moest wel stampen, hè? Ja, stampen. Ga ik ondertussen die mango doen? Dat is toch rustgevend, dit, joh. Met al die bootjes en dingetjes. Oh, op een onbewoond eiland cocktails maken. Wie wil dat nou niet? Ah, oh, super chill. Moet daar maar hitsig van, hoor je? Ah! Oh. Jezus, yes. Oeh, we zitten toch op een onbewoond eiland. Niemand hoort ons. Leuk voor de mensen thuis. Die Boeing die vermist is, ligt hier op het eiland. Niemand weet het. Hallo, daar. Ja, doe er maar in. Oh, nou ziet het echt vies uit, ouwe. Schiet hem maar op. Oh, fucking lekker. Oh, Jesper, schiet nou op, jongen. Vreedzak. Kijk wat een pens die krijgt nu. Van mango? Ja. Jij doet hem in de frituur. Zo even voor de kijkers thuis, dat ik het even wat beter kan zien. Die pitjes allemaal. Nee, gooi het er nou niet bij, want dan kunnen ze toch niet meer zien. We hebben alleen nog wat nodig voor te garneren. Oh ja, zullen we even wat leuks maken? Ja. Wat doe jij nou, man? Zit een eikhoorn. Is dit een eikhoorn? Ja, het lijkt op een eikhoorn. Mag jij mij vertellen, lijkt dit op een eikhoorn? Lijkt op een eikhoorn? Wel? Ja, dat zie je. Jesper, wat doe je nou? Huh? Wat doe jij nou? We moeten twee barlepels in. Stop eens even, man. Je moet hem nog shaken, hè? Nee, hoeft niet. Weet je of je die uitspraak van James Bond kent? Not shaken. Je weet het geen eens. Nee, dus een slapje aan en zo. Schuit vodka 1,5. Niet te veel, hè? En ook niet te zuurig. Schenk tot een slot het glas geleidelijk vol met prosecco. Geleidelijk, hè? Geleidelijk. Nou. Dat is leuk. Gadverdamme. Wat vies. Ik wil hem wel even proeven. Oh. Sterk bakkie dit. Jemig. Ja. Het is weer een verrassing, hoor. Ik vind het er niet smakelijk uitzien. Nee. Kijk dit. Voor mij hoorde dit stokje er niet meer in. Moet jij het met rietje doen? Nou, ik denk dat er niks doorheen komt. Zo. Zo. Volgens mij drink ik pure prosecco. Nee, ik neem echt 10 keer niks. Ik hou het op 1,5 ster. Ik geef gewoon lekker een 1. Sorry, zeker dat we lang naar huis gaan. Ik ga vast trouwens even mondspoelen. Ja. Ja. Laten we staan. Oké, volgende week beter in ieder geval. We hopen het. Praat lekker mee erover. Hashtag de hobbyclub. Wat slecht is dit? Is nog helemaal in zijn oude element. Praat even lekker erover mee. Hashtag cocktailvisie. Jazeker. U kunt hier al de vorige video bekijken. Abonneer even via daar. Babbel lekker mee van hier beneden. En natuurlijk, thumbs up. En ik zeg, tot de volgende keer. Dag hoor. Dag hoor.